dan lijkt me eigenlijk even die draad oppakken, even te kijken naar wat, waarom eigenlijk dat assembleren. In ieder geval beginnen we dan eigenlijk met waarom nieuwe normen. Het klimaat verandert, dus leven meer mensen achter die dijken, staat meer waarde. En we hebben meer kennis dan 50 jaar geleden toen we nadachten over de eerste normering. Dus vandaar dat we zeggen van, we willen eigenlijk gewoon een basisveiligheid creëren. Iedereen achter de dijken heeft het recht op dezelfde veiligheid tegen overstroming. En alleen bij grote schade of bij een groot groepsrisico krijgen we hogere normen. En dat betekent dus dat we de overstap moeten maken van overschrijdingskans naar overstromingskans. Nou, ik vertel voor deze groep geloof ik niks nieuws, maar dat betekent dat we op een nieuwe manier moeten gaan toetsen en dat we dat dan ook op een nieuwe manier moeten gaan assembleren en uiteindelijk rapporteren. We spreken eigenlijk niet meer in dijkringen, maar in dijktrajecten. En we stappen af van het voldoet niet of voldoet. Het is goed of het is fout. Nou, we gaan eigenlijk veel meer naar een afstand tot de norm. En dat, met name dat laatste, is een, denk ik wel een grote verandering voor de mensen die bij eerdere toetsrondes betrokken zijn geweest. Je moet langer doordenken. Je moet eigenlijk een totaalbeeld krijgen. Het gaat niet meer over één vakje of één toetsspoor. Het gaat over het totaal, het totale dijktraject. Het wettelijk beoordelingsinstrumentarium moet ons daarbij helpen om dat beeld te geven van wat voor oordeel krijg je nu. Nou, dat begint natuurlijk met het goed voorbereiden van zo'n beoordeling. De uitvoering van een beoordeling via een algemeen filter. Via een algemeen filter, via toetsen naar een veiligheidsoordeel. En tenslotte de rapportage. En met name deze twee onderdelen zullen we vandaag behandelen. Zoals ik al zei, we moeten naar een eindoordeel. Een overstromingskans per dijktraject. Als afstand tot norm. Dat gebaseerd is op alle toetssporen. En via allerlei filters, het algemeen filter op trajectniveau, een filter op vakniveau, eenvoudige toetsen, gedetailleerde toetsen en toetsen op maat, betekent dat eigenlijk dat we dat allemaal met elkaar moeten verbinden. En ik heb dat wel genoemd dat dat eigenlijk het optellen is van appels met sinaasappels en aardappels uiteindelijk tot één oordeel. Een oordeel wat vooral aangeeft de afstand tot de norm. Dus het maakt niet uit of je nu een dijktraject een norm van 1/300ste of van 1/1000ste hebt. Je gaat vooral kijken hoe groot is die afstand tot de norm. Daarbij geldt natuurlijk wel voor deze eerste toetsronde een nuance. Eigenlijk willen we, zegt de wet, dat we in 2050 aan die norm moeten voldoen. En voor deze eerste beoordelingsronde hebben we maar 6 jaar de tijd. Dus er komen nog 2 rondes daarna. Het is dus vooral van belang om in deze eerste ronde vooral inzicht te krijgen in hoe gaat dat nou, dat inzicht in die veiligheid, in die overstromingskans. Hoe ver staan we nu van die norm af? En we willen wel in 2023 dat de ILT alles kan opbossen tot één veiligheidsbeeld voor heel Nederland. En dat we daarmee in ieder geval in de komende tijd ook de meest urgente projecten als eerste kunnen aanmelden voor versterking, zodat we een stabiel hoogwaterbeschermingsprogramma krijgen. Nou, dat betekent eigenlijk dat we in deze eerste fase nog vooral aan het leren zijn. En uiteindelijk zullen we wel met een oordeel naar
de ILT moeten als beheerder. En de ILT zal dat beoordelen uiteindelijk in een eindrapportage naar de minister moeten sturen, die dat dan naar de minister stuurt. Maar we moeten dus wel daarin uitkomen op een inzicht. Dus die rapportage van die beheerder heeft een aantal doelen. In ieder geval transparant vastleggen van het eindoordeel. Niet alleen voor de toetser moet het begrijpelijk zijn, maar het moet voor iedereen begrijpelijk zijn wat daar uitkomt. Het moet de basis vormen voor een aantal vervolgstappen. En dat is ook denk ik wel weer een van de veranderingen als ik dat terugdenk naar de eerdere toetsrondes. Het moet vooral passen in het hele waterveiligheidsveld. Aan de ene kant gaat het misschien naar versterking. Aan de andere kant wordt het ook belangrijk voor je invulling van je zorgplicht, je crisisbeheersing, calamiteitenzorg, voor je vergunningverlening en handhaving, voor je inspectie. Nou, daar komen we straks wel op terug. En natuurlijk dat basis voor het landelijk beeld. Dus daarmee hebben we in ieder geval een groot aantal doelgroepen die we bij dat rapporteren zullen moeten krijgen. Je eigen organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk, de ILT, de minister en de Tweede Kamer, Eerste Kamer, het hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook voor onze omgeving. Nou, dat is denk ik waar we vandaag aan gaan werken. En dat geeft even het kader voor vandaag. Vragen tot zover? Gaan we aan de slag?